Dames en heren, welkom bij deze aflevering van de podcast van het Nederlands Fotomuseum. Deze podcast wordt opgenomen in het kader van de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie. En ook vandaag spreken we weer met de maker van een beeld dat is opgenomen in de selectie van 99 foto's in deze nieuwe permanente expositie van het Fotomuseum hier in Rotterdam. Mijn naam is Mark Prust en vandaag verwelkomen we een Rotterdamse fotograaf, geboren en getogen in de stad. Hij had ooit de ambitie om de eerste gang van Nederland te worden. Hij kreeg de prestigieuze opdracht Document Nederland van het Rijksmuseum. Hij werkt voor talloze commerciële klanten zoals Top Notch X21 en heeft een eigen galerie in de stad waar, zij, waar hij zijn project Society stond. Welkom, nou, Stacy, nou. samedin. Dankjewel. Uh, Stacy, je maakt deze foto, die is opgenomen in de Eregalerij, als onderdeel van die uh, Rijksmuseumopdracht, hè? document Nederland. Uh, wat maakt deze foto voor jou zo bijzonder? Uh, mijn fotografie gaat over tijd, vooral over het nu. En dat is die, dat portret ook voor mij. Het is eigenlijk uh, heel bewust kiezen voor uh, de tijd waarin we nu leven, daar bewust van te worden. Je ja, de jaren 80, de jaren 90. En nu is het eigenlijk onze tijd. En met dat... deze foto wil jij jouw tijd zeker. laten zien. Ja, dit is gewoon. Als je nu of later de 21ste opzoekt, ja. dan krijg je deze foto van Rotterdam. Dat is wat je wil dat laten is, zien. Uh, wat, wat... Kan je hem omschrijven voor ons? Want dat is een podcast, dus we willen hem ja. graag uh, horen wat erop staat. Uh, zeker. We zijn hier uh, op een van de drukste straten van Rotterdam: straat over het uitgaansleven. De witte maar, wit, uh, de, witte de wit, ja. om daar precies over te zijn. Uh, wat ik toen de tijd deed, was eigenlijk uh, een Nederlands café fotograferen. Dat was de opdracht? Dat was de opdracht. Ja. Dat had ik omgetoverd naar, uh, naar een mens. Dus ik geloofde heel erg dat de café eigenlijk een mens werd okay. voor mij. Dus zo kon ik het ook behandelen. Het werd mijn beste vriend. En ik eindigde natuurlijk in mijn eigen stad. Dit is ook... Ja, je eindigde hier? Ik eindigde in je... Rotterdam, omdat... Ik niet vooruit lopen op uh, ideeën die ik vanuit Rotterdam al zou krijgen. Dus ik ben begonnen aan de buitenste kant van Nederland en zo ja. naar binnen gaan werken, naar Rotterdam toe. Dus dit is dit dan op, ook echt de laatste foto die je voor. Een hebt... van mijn laatste beelden, ja. Klopt. Wow. Kan, kan je omschrijven wat we, we zien? Ja, je ziet drie jongens in een uh, cabrio, een BMW. Uh, op een van de, uh, ja, de drukste uitgaansgelegenheden van Rotterdam. Het is dus een heel uh, apart beeld. Uh, voor mij. Uh, ik kreeg gelijk een Amerikaans gevoel ook bij. Het ja. is uh, zwart-wit, heel erg harde contrast. Ik heb één uh, oogcontact met een jongen die naar mij kijkt. Niet gepland, zo schiet ik natuurlijk niet. Uh, maar wel het perfecte moment alsof uh, werd gezegd. Ja, het is dus wel die, uh, het portret wat je moet laten zien. En waarom past dit voor jou toch in, in die opdracht van het café? Ja, het ligt natuurlijk best wel ver van mij af. Ja. Ik ben uh, vroeger nooit uh, met het café eigenlijk uh, in contact gekomen. Uh, vandaar dat ik het ook een vriend van mij had ge gemaakt. Uh, ik ben een beetje kwijt de vraag. Sorry. Nou, in hoeverre <laughs> is deze foto nog onderdeel van de opdracht café? Ja, het gaat allemaal samen. Dat is wat ik eigenlijk mijn leeswerk. Ja. Een wereld binnen de wereld van het hedendaagse. Dat was eigenlijk elke keer het punt dat ik dan. Uh, je hebt, hem gewoon, je, je hebt het, het, de opdracht je eigen gemaakt. Eigenlijk. Altijd. Dat doe je altijd. Altijd. Hoe... Ik werk altijd vanuit de eigen. Fotografie is uh, zo belangrijk voor mij dat het bijna mijn opvoeding is. Dus alles wat ik portretteer is bijna de enige echte seconde in mijn leven. Mm -hmm. En bijna een nieuwe norm en waarde. Waarom denk je dat deze foto gekozen is voor de Eregalerij? Ik denk wat ik zeg, zeg over de tijd van nu is dit wel het beeld wat ook gerepresenteerd mag worden, een uh, andere soort beeld wat we gewend zijn in de Nederlandse fotografie misschien. Het rauwe, het echte. Het rauwe, het echte. Dat is wat je wil laten zien. Dat wil ik laten zien. En want. Ik denk dat een, een bijzonder aspect van jouw fotografie is, denk ik, de toegang. Hè? Je, je mm -hmm. hebt toegang tot werelden. Uh, ja. uh, hè? Ook als je zegt, je zegt, ik ben een gang vertorven, dat noem je jezelf anders. Maar ja. hè, die eerste series die je maakte, waren ook heel rauw hè? Ja, uh, jonge gasten met, 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 met wapens, yeah. met drugs. Ja, klopt. Je laat ons zien een wereld die we normaliter mm -hmm. niet zien. Heb je dat met deze foto ook? Zeker. Kijk, uh, fotografie, wat ik zei, is heel persoonlijk voor mij dit is eigenlijk ook uh, een manier voor mij wat vertelt waar ik nu op dit moment ook sta in mijn eigen leven wat jij al zei vroeger waren het zijn eigenlijk hetzelfde soort portretten maar anders vertaald mm -hmm. waar ik vroeger bijvoorbeeld waar jij over zei de wapens de zakdoeken heel erg rauw hard yeah. in je face ik was de nederlandse gangfotograaf en wat je net ook zei ik ben dat nu niet meer en dat zie je wel in dit beeld zeg maar terug dus op persoonlijk vlak is het weer een nieuwe soort hoofdstuk. waarin ik kan zeggen: oké, okay, ik ben nu wel echt volwassen om bepaalde stappen te nemen. Omdat je die wereld achter je hebt gelaten of omdat je die wereld anders toont? Ik heb, toont, al, ik, of ik, ik heb hoe... geleerd hoe ik hem anders kan vertalen naar de wereld waarin ik het ook wil laten zien: namelijk de mensen die nooit in zulke omstandigheden of situaties of in zulke werelden komen. Maar ik heb wel door de tijd heen, het is al bijna 15 jaar terug, dat ik echt. Die ja. wapens en de grote... Geest. Ja, dat is intussen ook is. al lang geleden natuurlijk. Maar je, je, hè, hoe werkt dat, dat maken van contact voor jou? Want dat, dat is volgens mij niet veranderd. Dat doe nee, je dat heel, heel oprecht. Zeker, en dat doe je zeker. volgens mij En al je werk. Ja. En ook in dit beeld spreekt dat heel, ja. Ja. Uh, heel duidelijk. Maar je hebt niet met deze gasten eerst een nee, gesprek nee, gehad. Dus nee. is dit dan een hele ander soort foto voor jou? Nee, nog steeds niet. Het is nog steeds over hetzelfde. Wat, wat is dat dan, hetzelfde? Uh, het gaat over het vertrouwen. En dat kan op lange duur of lange termijn natuurlijk plaatsvinden. Maar ook op een misschien tien seconden moment. Waar het eigenlijk begint met iemand als eerste hallo te zeggen. Wat ik altijd zeg, dat is misschien het meest positieve, de meest positieve benadering om iemand, iemand nieuws te ontmoeten. Maar daarnaast ook het ac 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 accepteren dat elk mens eigenlijk een mens is. En dat betekent dat we allemaal een soortzelfde patroon hebben. Zoals naar bed gaan. Opstaan het ontbijt, ja. naar uh, werk gaan of iets voor jezelf overdag, terug gaan eten en dan weer naar bed gaan. Dus het ontbijt, bijvoorbeeld, neem ik altijd als hoofdvoorbeeld, zeg ik ook altijd. Ja. Waar de een bijvoorbeeld zijn wapens schoonmaken in de ochtend, smeer ik brood voor mijn zoontje. Maar dat betekent niet dat omdat we het anders invullen, het ook verschilt van elkaar. Het is nog steeds het ontbijt, het is nog steeds het ochtendritueel. En zo ook met uh, de fotografie, zeg maar. En, en zoek je dan heel bewust ook die connectie op basis van dat menselijke? En... Ja, ja, wel heel bewust naar gebieden of mensen waarbij we normaal uh, overdag voorbij lopen. Of alleen kunnen lezen via tv, kranten, et cetera, media. En wat maakt nou dat jij wel die toegang hebt die mm -hmm. andere mensen niet hebben? Omdat ik heel erg verliefd ben op... Uh, Mensen identiteit, denk ik. En als dus ik iemand benader met een hallo. dan zien ze ook gelijk dat ik echt geïnteresseerd ben. omdat zij zo eruit zien. Want je, bedoel, je hebt een, een. laten we zeggen, een onconventioneel uiterlijk. Mm -hmm. hè? Veel, veel tatoeages, nee, veel ja, goud. Hè? Uit, je, je, je bent. <laughs> ja, je, je bent heel erg aanwezig daarin. <laughs> ja. um, is dat dan ook bewust? Doe, speel je daarmee? Of, of nee, zo ben ik. Zo ben je. Dit is mijn identiteit, die omarm ik zo. Dat is voor mij allemaal normaal. Hoe de buitenwereld naar mij kijkt, dat is interessant. En dat is voor mij eigenlijk een leerproces... naar hoe ik het toepas naar andere mensen. Ik benader bijvoorbeeld groepen niet als een gang. Of ik benader niet uh, een vrouw die elke dag rode draagt... of elke donderdag en die dan bij elkaar komen om wijn te drinken. Dan moet ik ook geen uh, groep oma's of zo, of et cetera. Maar die benader ik gewoon als mens. Ik ben echt oprecht geïnteresseerd in uh, wie jij bent... De jongen of vrouw achter het. Stand. En hoe kan fotografie dan dat. dat uh, is dat het eindpunt? Of is dat onderdeel van het proces? Mm -hmm. of, of welke rol speelt fotografie mm -hmm. daar dan in? Kijk, het mooie aan fotografie en dat zeggen. Uh, uh, natuurlijk speelt dat bij iedereen bijna. Als je naar fotografie kijkt en het spreekt jou aan het beeld. dan komen er bepaalde gevoelens bij je op, of uh, bijna een verhaal. Of een, ja, maar dat is vanuit het publiek gereden. Ja. Meer, meer vanuit jou geredeneerd. Hoe werkt dan? Ook bij mij. Ja, als je, je, je zoekt <laughs> naar het contact met iemand en, ja. en je gaat dat gesprek aan, je gaat ja. die, 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 die connectie aan, dat ja. zie je ook hè, in deze foto, maar ook in heel veel van je ja. andere werk natuurlijk. Waar komt fotografie dan? Waar, waarom heb jij die fotografie nodig? Dat is bijna het gevoel wat je niet kan vertalen. Dus ik heb heel veel moeite met uh, de taal die wij gebruiken. Daarvoor komen eigenlijk ook stereotype identiteiten naar boven. We wijzen heel erg in de taal die wij gebruiken. Het kan Nederlands zijn, Engels, et cetera. Maar een gevoel wat je niet kan uitspreken, dat is meestal de pure vorm. En dat is wat fotografie voor mij doet. Wat ik zeg, voorheen was het een. Uh, het begin van mijn fotografie waren heel erg gangs, uh, jongens met zakdoeken. Geen vrouwen bijvoorbeeld ook. Dat was een hoofdstuk waarin ik eigenlijk niet uh, afscheid nam van mijn verleden, maar ik, ik kon hem anders gebruiken. Mm -hmm. Ik mo moest mij nog steeds uh, bevinden in de wereld waar ik vandaan kwam. En met de tijd heen is het eigenlijk heel erg gaan groeien. Zeker door bijvoorbeeld de tentoonstelling in het Nederlands Fotomuseum, twaalf jaar terug hoorde ik net. Ja, je eerste, uh, je ja, eerste, eerste presentatie. Dat was, was eigenlijk het moment dat ik voor het eerst andere mensen ontmoette. Buiten je eigen kring, zeg. Buiten mijn eigen kring. Dat klinkt heel raar, maar er was politie, er was het normale publiek. Uh, mijn, mijn groep was er. Allemaal in één, één wereld waarin wij niet met elkaar gingen bekvechten. <laughs> Moet ik zo uh, En zo ook de andere. Dus de fotografie teden. zorgde voor de verbinding tussen die verschillende ja, het werd gemeenschappen meer, bijna. Ja, maar het werd ook meer visuele antropologie. Ik kon steeds meer onderbouwen wat ik deed. Tot de dag van vandaag dat kan ik zeggen. Oké, okay, het gaat over bewustzijn en over het nu. En dat is wat fotografie zonder taal heeft gedaan met mij. Wow. Nieuwe mensen ontmoeten, ja. maar ook anders kunnen kijken naar de wereld. Als je die foto's maakt, hè, wat, wat uh, het, het maakproces is heel belangrijk, hè, want daar, ja, daar, daar vind je die, die connectie. Zeker. Op het moment dat de foto dan gemaakt is. Hè, we, voor, voor wie maak je die foto? Mm -hmm. voor, voor jezelf? Mm -hmm. Voor de mensen die op die foto staan? Of voor mensen die juist he, geen toegang hebben tot mm -hmm. die gemeenschap? Mm -hmm. Heb je daar een Zeker. prioriteit in? Zeker. Voor, uh, uh, eigenlijk voor iedereen natuurlijk. Maar het is voor mij belangrijk, voor, vooral voor die tijdgeest. Om die tijdgeest, het echte verhaal te kunnen vertellen. Dus maar aan de wie? Voor, 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 voor toekomstige generaties of Zeker, voor mensen die. Het is gewoon voor de geschiedenis van nu en voor de mensen later. En zelfs voor mij, voor ouders. Zo ver. Dus het is, het is, het is niet in tijd uit te drukken. Het is gewoon het moment waarin wij nu leven, dat moet op een hele mooie manier ook vastgelegd worden. Ja. Naast de oorlogen en naast dat de wereld bijvoorbeeld vergaat. al die dingen. <laughs> om het krom te trekken. Maar ja, ook om, om uh, te vieren hoe mooi wij eigenlijk nu zijn. Z jouw fotografie wordt dan een viering van het leven? Zeker, 100%. Op een positief, intimiderende manier. Want ik laat ook natuurlijk de gang zien. Ja, maar het is niet uh, alleen maar. Het uh, zijn niet alleen de mooie. Zijn, zijn geen, ook die... deze gasten, ik bedoel. Het zijn geen schattige lieve jongens. Zijn, er, er zit he, toch een soort van. Mm -hmm. Show of stoer, kracht. Maar dat, daar zie jij de schoonheid. Zeker, van. zeker. Het is toevallig dan deze jongens. Maar het is in de breedste zin natuurlijk. Ja. reis heel de wereld over met hetzelfde. Ja, hoe met belangrijk hetzelfde is dat dag? voor jou? Om, om, societies is een wereldwijd project. Hè? Je, ja. hebt, je hebt Nederlandse hoofdstukken, je hebt internationale hoofdstukken. Ja. Hoe belangrijk is dat internationale aspect voor jou? 100% op, op belangrijkste voor mij. Is dat ik kan reizen naar alle werelddelen. En waarom? Omdat ik dan, ik tenminste door de leer van die 15 jaar. ben ik erachter gekomen. dat als je te lang in je uh, fysieke vertrouwen zit. Mm -hmm. mentaal, maar ook op de plaats waar je bent. dan kom je op een gegeven moment niet meer naar een punt waarop je kan leren van anderen. En daarom vind ik het heel belangrijk dat ik internationaal bezig ben. Je moet je zo voorstellen, toen ik 18 was. Had ik geen uh, geen, bijna geen visie of droom op, uh, op een toekomst. Het was bijna gevangenschap, of nu denk ik zo: dat het niet de bedoeling is dat wij op dit moment heel de wereld overreizen om van elkaar te leren. Zo lijkt het bijna. Mm -hmm. Maar dat is voor mij wel wat ik heel erg graag wil. Je wil die ander ontmoeten. Je wil buiten ja, je, je al comfortzone. Die, al die normen zone en waarden. En... Ja ik heb 3600 portretten minimaal genomen in die 15 jaar. Dat betekent dat ik 3600 nieuwe normen en waarden heb ontmoet. Dat kan 10 seconden zijn, maar dat kon ook drie of vier maanden zijn. Dus waarom zou je dat niet omarmen en delen met eigenlijk iedereen. Ja. Hoe wil je dat het liefste delen? Die 3600 normen en waarden? Ik zou heel graag bij, uh, en dat, die ambitie heb ik echt al uh, jarenlang, al, al heel mijn carrière eigenlijk, om een, ooit bij Magnum aan tafel te komen, een Magnum foto dan. Oh, een groot fotoagentschap hè, één ja. uh, van de grootste, van de bekendste, de prestigieuze, meest uh, prestigieuze agentschappen ja, ter wereld. Zeker weten, daar zitten de, echt de grootste meesters, net als hoe ze hier in de galerie ja. hangen. Zou ik wereldwijd eigenlijk? Want wat doen? zou dat je brengen? Zou, is, heeft dat te maken met erkenning of, of wat, wat, wat is o, het dan? onder andere erkenning, niet alleen voor mij, maar voor iedereen die van niks komt. Of ooit Want zo, zo zie je jezelf als iemand die van niks? Ik kom van niks. Ik had niks. Ik had alleen de belangrijkste basispilaren waar ik nog steeds mee werk. Dat mm -hmm. zijn vertrouwen, mijn familie. Uh, eerbied waar je vandaan komt. Ja, dat eerlijk. lijkt me toch allemaal al heel wat. Dat is de basis. Ja. Maar qua fysiek had ik niet echt een uh, uitzicht. Duidelijk. En, 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 dus je doel zou zijn om die 3600 portretten. of dat werk, wat natuurlijk gewoon o, continu uitdijt. Ja. Ja. aan een groter publiek te laten zien. Ja, ik zou sowieso zo, 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 zo graag een boek willen. maar ook ooit een uh, solo-tentoonstelling over societies. Over de gehele reis. Ja, want het is een, het is een ongoing project. Het, het blijft ja. altijd doorgaan. Ja, ja. En tot nu toe wordt het gesupport. Omdat ik nog nooit, zo heb ik het gezien, een solo heb aangeboden gekregen. Of een boek. Wat wel in de maak is natuurlijk nu. Want je hebt je eigen uh, galerieruimte hier, hier in de stad, hier in Rotterdam. Ja, ja. Uh, en die gebruik je vooral om, om societies, societies te om, laten zien. Om alles te kunnen doen wat ik echt zou willen doen. Natuurlijk, als je samenwerkt, moet je ook rekening houden met andere uh, normen en waarden. Ja. En in dit geval zijn het Nieuwe die van de zelf. Ja, maar ook die openheid te laten zien. Ik ben nooit echt van de digitale geweest. Altijd de prins natuurlijk en echt het tastbare. En je dat... werkt ook voornamelijk analoog, met analoge ja, hè, op ja. film. Ja, en nu ook digitaal natuurlijk, maar ja. voornamelijk is dat wel maar basis, De analoge manier van fotograferen. Deze foto heb je ook. Analoge, analoog. Ja, genomen. Deze op 35 mm, dan klein ja, beeld. Genomen. Klein beeld. Ho ja. Hoe is het voor jou? Je zegt net al, hey, ik, wil, ik wil zo graag een groot publiek uh, bereiken. Mm -hmm. Hoe is het dan om opgenomen te worden in de Eregalerij hier in het Fotomuseum? Ja, ook uh, trots. En uh, weer uh, heel erg, uh, wat, wat zei ik ook laatst bij een uitzending, uh, heel erg geïntegreerd voor mezelf. Zeg maar uh, dat ik uh, om de hoek kan kijken en ik zie uh, de fotografen waar ik zelf naar uh, keek natuurlijk. Ja, want wat zijn dan bijvoorbeeld je, groot, je inspiratie? Ik, ik ben daarna, daarna natuurlijk... Uh, ja. En zeker het beeld, het, echt perfect gekozen natuurlijk. Het portret uh, van Toepak, ja. 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 ja, maar ook Erwin Olaf bijvoorbeeld. Dat, is toch wel, dat zijn wel gekke namen. <laughs> en dan sta jij op hetzelfde, op hetzelfde niveau. Wat... wat... Uh, ik denk dat ik al een beetje weet hoe je gaat antwoorden. Maar wat voegt dan jouw aanwezigheid mm -hmm. toe bij die eregalerij? Een andere wereld. Ja, voel je dat echt zo? Ja. Ja, niet, niet alleen het werk. Maar het, het werk wordt doorgetrokken naar mij. Ja. En dat zie je meestal. Het is niet alleen de fotografie. Het is gewoon heel mijn wereld. En dat, Staat daar en dat is een stuk erkenning die, die... En dat voelt goed. Ja, hele positieve ontwikkeling natuurlijk zeker omdat het op zo'n grote ja. podium staat. Want wat 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 zou dan een een logisch vervolg zijn voor jou? Is dat dan die die solo tentoonstelling en dat boek? Zo de, de, ja, God bless, hopelijk, maar ik hoop ook McNum McNum moet hopelijk uh, een uh, toegang kunnen bieden. Ja, ja, dat is wel waar je waar je zeker waar je heen wil. Zeker, zeker. Um, je bent fotograaf, je werkt vooral met fotografie. Zijn er andere kunstvormen of uitdrukkingsvormen waar je je mee verwant voelt? Uh, nou, wel uh, geluid. Ja. Uh, niet alleen muziek, maar ook gewoon tonen. Dat zijn wel uh, dingen waar ik me heel erg op kan uh, inspireren. En uh, dat is ook een van de redenen waarom ik ook film nu tegenwoordig doe. Dat, uh, tas, ja, het maakt het nog tastbaarder voor mij energie en dat is ook waar zijn dan dan ook uh, kunstenaars of artiesten waar je, waar je speciale aandacht voor hebt of 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 waar je samenwerkingsverbanden mee zoekt of blijf je wel heel erg in je eigen ik sta daar wel heel erg open in ik, ik leer heel veel mensen nu gelukkig kennen uh, elke dag wel mm -hmm. dus in die zin sta ik daar wel heel erg in open en natuurlijk ook in de hip hop wereld daar, daar dat is natuurlijk uh, ook tastbaar. Uh, ja. In mijn commercieel werk kom ik ook heel dichtbij uh, ja. in die gebieden. Dus ook dus qua cultuur ja. vind, heb je gewoon heel natuurlijk die aansluiting. Ja, met, ja. Met, uh, ja die dat, dat maakt het ook weer internationaal natuurlijk. Het ja. is ook ja. een uh, taal die wordt gesproken overal. Geweldig. De erengalerij bestaat uit 99 foto's, hè? Ja. Dat, dat weet je. En, en de, de selectiecommissie heeft heel bewust bepaald dat, dat het publiek uh, uh, zelf de 100ste foto mag uh, aanleveren. Ik heb er hier drie uh, voor me liggen. Zelf pakte jij deze eruit. Dus, ja. uh, ik wil je vragen om de, uh, de foto kort te omschrijven... en de tekst die ernaast staat even voor te lezen. Okay. Dus dat, Moet ik hem weet... even omschrijven of eerst voorlezen? Uh, uh, lees hem eerst maar voor en dan uh, omschrijving. Uh, al de hele zeeperiode zwem ik zomer en winter door. Een aantal keer per week op een prachtige plek met prachtige mensen. Lenny Waasdorp. Hij is een hele ik zou denk ik op dezelfde manier ook zo geschoten hebben misschien wel iets anders maar ja. wat zien we op de foto kan we je zien een zeiden? man um, die zwemt uh, met alleen het hoofd boven water uh, je ziet daar uh, meeuwen overheen vliegen en op de achtergrond uh, ja, natuur uh, mooie weerspiegeling kleine golfjes zwart-wit ook harde contrasten ook uh, ja. De horizon dwars door zijn hoofd heen, echt. de ja, hoogte ja. Van, zijn, van zijn ogen. Het, het ligt op, uh, op zich, hopelijk zijn dat de wolken en niet geëdit. <laughs> Dan zou het echt een. Uh... Nee, ja. Even... ja, dat, weten we, niet. dat nee. weten we niet. We hebben alleen dit. dit, dit. Wat, uh, waar, waarom viel deze foto jou meteen op? Omdat je hem zelf ook gemaakt zou kunnen hebben? Uh, dat niet zozeer, maar binnen de selectie die ik zag viel deze op. Wat vind je van de foto? Ik vind uh, uh, ja, wel echt fotografie. Ik zeg altijd: je hebt fotografie en je hebt fotografie. Waar, wat maakt dit een echte fotografie? Gewoon waar je kan, uh, ja, ik kan hier, ik, meer je meer je gevoel in kwijt. zeg maar. Als kijker? Kijker, kijken ook. Ja, ja. Kijker. Maken weet ik niet, ik weet niet wie. Maar kijken wel. Ik denk dat uh, hier het wel wat poëtischer is. Geen uh, normale registratie, zeg maar. Er is iets gedaan in de. Het is bewuster gemaakt. Ja, maar toch ook echt. Ja, want vind je dat echt. Je zei net al, ik hoop niet dat het gefotoshopt is. Vind je dat echt wel heel belangrijk? Ja, welmin. En jammer dan. Ja? Natuurlijk is het gewoon smaak. Dus het is niet goed of slecht. Maar voor mij persoonlijk zou ik alleen echt gewoon zoals het is. Dus voor jou is fotografie ook echt een. Het is allemaal Het moet wel. Je hebt. Uh, mensen die heel erg goed zijn in Photoshop tekenen, maar je hebt ook nog echte schilders. Ja. En ik ben meer van dat echte tastbare. Dus uh, nog steeds back to the, uh, the roots. Back ja, to the en vandaar ja, ook het de, jouw focus op het analoog, ja, ja. analoog werken. Ja, en, en techniek dat... en het kijken. Maar ze, zeer zeker ook het gevoel. Ja. Heb je nog een foto? Uh -huh. Misschien kan je die ook even ja, dus, uh, schrijven uh, en, en even de tekst lezen die eronder staat. De tekst is uh, omdat het vragen oproept. Wie is deze man of vrouw en waarom slaapt hij, zij in de kerk? Rob Jaspersen. Het uh, is een zwart-witte foto ook. Uh, ik denk in een kerk. Uh, ziet, uh, ik weet niet, ook niet of het een man of een vrouw is. Maar iemand die slaapt in een hoek. Ja. Uh, yeah. Wat vind je van deze foto? Vind je die? makkelijk dan? Uh, dit, ja dit vind ik dan, uh, ik vind het wel mooi. Ja, het, is uh, mooi het is mooi, het is mooi. het is het heel heel prettig om naar te kijken. Het ook, uh, uh, maar dit is niet echt de fotografie waar ik uh, verliefd op ben, om heel eerlijk te zijn. Uh, waarom en komt uh, dat omdat je geen verbinding maakt geen met verbinding, hem? Geen verbinding, ja precies. En dat is echt voor jou... De, het... Oogcontact is heel, heel erg belangrijk. Zoek je ook altijd oogcontact in je werk? 100%, dat is hoe ik kennis maak. Ja, maar ook in je foto, bedoel dat je dat ja, met mensen doet, dat, ja, 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 dat ja, vind zeker. ik hè, dat logisch. Ja, in mijn fotografie, logisch. als je heel goed kijkt, zie je dat iedereen mij aankijkt. Maar het maakt jezelf natuurlijk als fotograaf ook heel erg aanwezig. Ik bedoel Ik mm -hmm. Deze foto, hè, van, ja, ik denk dat Rob Jaspersen de maker is, zeker, hè, zeker. Hè, die, 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 die is mm -hmm. bijna onzichtbaar. Mm -hmm. Het, het Magnum-ideaal van de fly ja. on the wall, hè, de vlieg ja. op de muur die alleen maar registreert. Ja. Ja. Dat doe jij dus heel bewust niet, je bent nee. heel aanwezig in je in, Ja, Ik wil wel laten zien aan mensen dat ik er ben. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik vraag niet, bijvoorbeeld. Maar mensen weten dat ik er ben. Maar de kijker wordt daarmee ook heel erg bewust van jouw aanwezigheid. Ja, yeah, er is ook een bewuste keuze dat ik ga klikken. Het is niet dat ik. Nee, maak je veel foto's als je werkt? Nee. Juist heel weinig. Het zijn meestal drie per persoon. Dus uh, drie. drie is en dan open. heb je het. Dan ja, moet dan je dan technisch heb... goed onderlegd zijn. Al, hè, ja, we voort... klikken pas wanneer we het hebben. Zo zeg ik altijd. One shot, one kill. Dus je wacht ook heel lang. Hoeft niet per se. Dat ligt ook aan het moment. Ja. Het kan die tien seconden zijn, maar het kan ook okay. een week, twee maanden. Ga je altijd net zo lang door, totdat je denkt dat je het juiste moment hebt, ga je ook wel eens weg zonder een foto te maken. Dat nee, je denkt, ik ga, nou, ik ga nooit weg zonder een foto. Gelukkig uh, heb ik zulke momenten nog nooit hoeven mee te okay. maken. En meestal is de toegang wanneer ik bij iemand aan tafel zit te eten, dan heb ik wel echt de toegang. Samen eten, dat is ook uh, dat is stap 2 dan uh, ga je uitwisselen. <laughs> dan komt het diepere laag te voeren. Ja, ja. <laughs> Hoe denk je dan dat... want dat is misschien ook jouw aantrekkingskracht... bij deze eerste foto. Dat, dat, dat je, ben, de man heeft deze zwembril op... dus je ziet ja. zijn ogen niet, maar er is duidelijk contact. We zijn samen. We je zit zi samen. samen in dat water ja, bijna. Ja, ja. Is, is dat wat je ook in aantrek... daar ben je naar op zoek, dat is mm -hmm. duidelijk. Mm -hmm. Zoek je dat ook in het werk van anderen? Ja, die, die beelden trekken mij sneller aan. Ik ben er niet naar op zoek, maar die werken zijn op zoek naar mij. Dus ja, tre die trekken mij heel erg aan. En hoop je dan, omdat je zo aanwezig bent in die foto's... Mm -hmm. hoop je dan ook, of verwacht je dat je publiek zich bewust is van wie jij bent? Of hoop je dat het publiek zich verplaatst in jou ja. en zeg maar jouw rol overneemt? Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, 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 dat is eigenlijk wanneer ik echt de mogelijkheid krijg om uh, volledig uh, te gaan praten. Dus het volledig het werk te laten zien. Dan kan je echt de elementen zien. Mensen die maar dat, dus, dus je wil eigenlijk dat het publiek mm -hmm. zich verplaatst in, in jou als maker? Ja, over in zichzelf. Maar door jouw door jou door, ogen door gaat kijken? Door krijgen, mijn ogen. Gaat kijken? Ja, die van mij en uh, degene die voor me stond. Dus we hebben het samen wel gemaakt, natuurlijk, het portret. Ja. Dus het is echt een drie? Ja, dat is een driehoek, een hele wereld, ook, wat de, ik zeg. De drie werelden. De ja. ik... Degene die tegenover me staat met zijn, uh, haar eigen wereld. En de wereld om ons heen. De massa, of het hedendaagse of het nu. En uit die drie werelden moet ik hetzelfde soort patroon hebben: het ontbijt. En die voeg ik samen tot een nieuwe wereld. Dat is nummer vier. En dan krijg je een foto die begrijpelijk is. Je kan hem van links naar rechts lezen, bijvoorbeeld. Uh, maar het zegt ook over twee verhalen in één verhaal. Zeg maar. Dus uh, dan pas ga ik een foto maken. Dan wordt het interessant. Mm -hmm. Ja, heel bewust. Heb je je ultieme foto al gemaakt? Ja, genoeg. Waarom ga je nog door dan? Omdat er nog genoeg te zien is. Ja? Nog meer <laughs> ontmoetingen? Ja. Ja, ja, genoeg. Echt te veel. Zijn er plekken die je heel bewust uh, die het liefste zou willen bezoeken? Ja, nu uh, wil ik mij wel uh, heel erg focussen op het uh, Amazonegebied. Uh, Zuid-Amerika is wel een van mijn volgende stappen. Waarom is dat? Ik wil me eigenlijk veel verder wegtrekken. Je ziet in mijn fotografie heel erg mensen. Daar wil ik me eigenlijk ver van wegtrekken. heeft ook te maken met de tijd die nu speelt natuurlijk. De corona-tijd. Ik ben het zat, Even. hoe wij een manier van denken hebben gecreëerd. En dat kan op alle vlakken zijn. Voor mij is het persoonlijk maar het zijn ja. heel veel dingen waar wij eigenlijk niet mee eens zijn als mens. Uh, en daar wil ik eigenlijk terug Ik wil terug naar het inheemse om het eigenlijk uh, te leren. Nieuwe normen en waarden over uh, mensen die nooit eigenlijk in aanreiking zijn gekomen naar waar, waar ik naar op zoek eigenlijk ben. De eigen ik zonder enige invloed ja. van buitenaf. En dat hoop je te vinden die, die, en dan weer op zoek naar die menselijke connectie. Ja. In een gebied wat, ja. wat misschien wat... worden het niet eens mensen, maar worden het bergen, worden het, wordt het natuur, maar wel als mens behandeld, want dan kan ik contact maken met degene net als het Nederlands café. <laughs> Heel vaak, ja, nee, het... ik snap. Ik denk dat ik het snap. Want je zoekt dus gewoon op een andere manier naar menselijk contact, mm -hmm. maar dan zoek je misschien meer naar contact met jezelf mm -hmm. dan met contact met anderen. Ja, is en... dat ook wat wat wellicht in je, in je werk tot nu toe? Eigenlijk was het een zoektocht naar jezelf of was het een zoektocht naar een ander? Voor mij persoonlijk was het altijd voor mezelf. En alles wat er buitenom gecreëerd is, is eigenlijk invloed van buitenaf. Dat het sociaal-maatschappelijk is, dat het gang-gerelateerd is, dat het over mensen gaat, identiteit. Dat zijn allemaal dingen die van buitenaf zijn gekomen. Maar voor mij persoonlijk is het mijn dus eigen. Dus elk portret is, wordt dan een zelfportret? Eigenlijk wel. En dat portret kan dus ook een portret van een boom, zeker, een bos, zeker. een rivier worden. Een gebied. Ja, zeker weten. Want dat is allemaal waarin wij nu leven. Maar het lijkt me heel moeilijk om die connectie die je heel natuurlijk lijkt te ja. maken met de mensen om je heen. En ja. dat zie je ook, hè, vooral in dit, mm -hmm. dit, dit, dit portret. Mm het -hmm. ja, portret in deze foto. Het is ja. een, meteen heb je ja. uh, die, die binding. Maar als je dat gaat zoeken bij, bij, bij een natuurlijke omgeving mm -hmm. of een. Dan heb je een idee hoe je dat gaat aanpakken, of ga je het puur op intuïtie op je ja, af laten komen? Kijk, heel veel dingen zijn intuïtie natuurlijk, maar in de intuïtie heb je altijd keuzes die je moet maken, en dat gebeurt een beetje bij wat ik nu doe. Bij mijn laatste tentoonstelling met ging over uh, 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 het oud-Nederlands-Indië. Ja, Hij was hier in het Wereldmuseum in, het Wereldmuseum, he? in uh, Rotterdam, klop, ja, klopt. Uh, daar ging ik ook naar de eilanden toe ja. en dat voelde als een... Uh... Niet dat ik dat bewust deed, ik maakte... natuurlijk kocht ik die tikker, natuurlijk... ja. maar ik, ik werd uh, toegelaten op de eilanden. Zo voelde het. En zo voelt het ook, zeg maar, het nieuwe werk over societies, maar over het inheemse. En daarmee ik kom wordt... er niet zomaar op. Nee, nee, natuurlijk niet. En dat gevoel is niet zomaar zo sterk. Dus in die zin, het is altijd intuïtie, maar wel heel doelbewust gekozen welke pad je gaat kiezen in die intuïtie. Maar durf je dan de stap te zetten van het, het niet meer fotograferen van mensen naar het fotograferen van een natuurlijke ja, omgeving? Ik heb honger. Naar dat ik heb de laatste tijden veel gedaan uh, tijdens uh, de re re reizen die ik doe, uh, werkt heel goed. En bijvoorbeeld een menselijke portret, maar daarnaast ook uh, heel veel geen mensen. Ja. Het kunnen ook huizen zijn natuurlijk, voor grote gebouwen. Ja. Het hoeft niet per se het groen te zijn, maar het is wel wat komt, dat komt. Ja. En hoe, eh, heb je daar al reacties van het, van het publiek op gehad, dat, dat soort werk? Wel veel mensen in mijn omgeving vinden het heel interessant. Uh, die herkennen en, wel die, die ontmoeting, herken, zeg herkenbare maar. Herkenbare keuze die ik neem. Want het klinkt als je het zo hoort, van ja, maar je gaat dus iets heel anders doen. Ja, ja. Maar dat, voor jou voelt dat dus niet, en je publiek herkennen de mensen die je laat zien herkennen ja. dat. Ja, want iedereen uh, voelt op zijn of haar eigen manier dat ze moe zijn op dit moment. Ja. Van wat er gebeurt. Dat kan ook van alles zijn, maar wat er nu gebeurt persoonlijk voor iedereen anders, wordt er moe van. En soms moet je doelbewust een keuze nemen om daaruit te kunnen stappen. Net als doelbewust gaan reizen. Je gaat toch reizen om een reden. En het werk wat eruit komt, is, zou dat dan ook die, dat uitstapje kunnen vormen voor. In de tento als je daar een tentoonstelling van maakt, voor het publiek, dat daar naar die tentoonstelling ja. komt. Ja. Maak je het dan ook een beetje voor het publiek of maak je het echt in eerste instantie voor jezelf? Voor mezelf. Kijk, de mensen die naar tentoonstellingen gaan. zeker naar zo'n specifiek onderwerp als die van mij bijvoorbeeld, societies. die komen daar doelbewust. Ja. Dus die omheen eigenlijk ook die interesse. Die weten hey, eigenlijk al wat ze krijgen. Ja, ja. ja, maar toch daarin een heel ander soort beeld. Van heel erg in je face. Wapens. Nou, opeens. Natuurlijk. Volwassen fotografie. Mensen ook in hun face, maar dan zonder bandana. Of zonder. Misschien niet eens uh, een man, maar een vrouw. Zo ver is de, de, ja. de ontwikkeling. Ja. Nou ja, en die gaat dus misschien nog wel verder naar... Ja, hoe ouder je wordt hoe... en hoe meer je het voelt, jouw, jouw eigen mentale dus bewustzijn. Ergens is het ook, het zelfportret wordt groter omdat je jezelf beter kent. Ja, wordt, wordt specifieker, echter. Misschien wordt het juist kleiner omdat ik dan ga weten wie ik echt ben. Dus ondanks de verschillen laat je juist een eenheid zien. Daar gaat het eigenlijk om. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Stacey, dank je wel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, meneer de, de eregalerij te zien hier in het Nederlands uh, Fotomuseum. Inclusief dit prachtige uh, portret mm -hmm. van uh, jongens in, uh, in Rotterdam. Ja. En Stacy, dank je wel voor dit uh, mooie gesprek. Dank je wel.